Goedemiddag en welkom bij het webinar over het Zika-virus. Wij zullen het vandaag gaan hebben over het Zika-virus en kan ik het Zika-virus bijvoorbeeld krijgen op vakantie. Er wordt ingegaan op de gevaren van het Zika-virus voor reizigers, maar ook voor zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden. Mijn naam is Suzanne Splithoff en ik zit hier met twee experts op het gebied van het Zika-virus. Allereerst Bart Knols, welkom, fijn dat je er bent. Zou jij misschien iets over jezelf kunnen vertellen? Dat kan. Mijn naam is inderdaad Bart Knols. Ik ben een medisch entomoloog. En een medisch entomoloog, dat is iemand die zich in het dagelijks leven bezighoudt met insecten die je ziekte overdragen bij de mens. En in dit geval dus praten we over muggen die ziekte overdragen en ellende veroorzaken. En dat doe ik al heel lang. En dat doe ik al heel lang met heel veel plezier. Mm-hmm. Ik heb 11 jaar van mijn leven in Afrika gezeten, in Oost-Afrika. En de laatste 6 jaar had ik me ook bezig met de muggen die in het Caribisch gebied ziekte overdragen, waaronder knokkelkoorts en dus ook Zika. Kijk, genoeg kennis van zaken dus. Ik hoop het. Helemaal goed. En naast jou staat Maria de Mendonça Melo. Welkom, fijn dat je er bent ook. Zou je ook iets kort over jezelf kunnen vertellen? Zeker. Mijn naam is Mariana de Mendonça Melo. Ik ben internist infectioloog in het Havenziekenhuis in Rotterdam. En daar werk ik ook al een paar jaar, vooral op onze tropenpolie, waarbij wij gemiddeld 3000 mensen per jaar zien met in de voorbereidingsfase als zij op reis willen, maar ook in de latere fase als zij helaas met klachten uit de tropen terugkomen. Dankjewel. Ja. Ja, jullie zullen dus ingaan op de huidige stand van zaken. Hè? Wat is er op dit moment bekend over het Zika-virus? Er wordt op dit moment ontzettend veel onderzoek gedaan naar dit virus. Dat betekent ook dat de informatie die vanavond verstrekt wordt misschien over een week alweer verouderd is. Dus laten we ons vooral focussen op wat er op dit moment bekend is. Mm-hmm. Dan wil ik jullie eerst nog even wat vertellen over de technische kant van dit webinar. In beeld ziet u 3 blokken. Linksboven is de presentatie te zien. Dit is een klein scherm, maar deze kunt u ook vergroten door op het icoontje rechts onder te drukken. Doet u dat, dan zal het scherm vergroot worden en beeldvullend zijn. Mocht u hem weer kleiner willen maken, dan drukt u nogmaals op hetzelfde icoontje. Er is ook een helpbutton. Mochten er technische problemen zich voordoen, dan kunt u hierop drukken. Rechts in het beeld is de presentatie te zien. Hier zijn slides met foto's, teksten en er zal te zien zijn wat we allemaal gaan bespreken. Er is ook een stel een vraagbox, die staat linksonder. Hierin kunt u vragen stellen aan medische experts van Medic Info. Er zitten namelijk achter de schermen een aantal mensen die ook experts zijn op het gebied van dit Zika-virus. En u kunt hier live vragen aan stellen. Zij zullen proberen die vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Dit gebeurt uiteraard anoniem. Die worden niet hier verschenen. Sommige vragen kunnen doorgespeeld worden naar ons hier in de studio. Dus mochten er vragen zijn die dan beantwoord kunnen worden door jullie, dan zal ik ze hier voorlezen. Die komen bij mij op het beeldscherm terecht. Ook deze vragen zullen anoniem blijven. Na de uitzending is er ook nog 15 minuten de gelegenheid om vragen te stellen aan ons chatteam. Maak daar vooral gebruik van. En tijdens deze hele webinar kunt u uiteraard nog allerlei vragen stellen. Er zal zoveel mogelijk geprobeerd worden om direct antwoord te geven. Nou kan het zo zijn dat dat onverhoopt niet lukt. In dat geval zal er binnen 3 werkdagen per e-mail of telefonisch uw vraag beantwoord worden. Even kijken. Het webinar is geïnitieerd door zorgverzekeraar CZ. Zij willen hun klanten zoveel mogelijk helpen om op de hoogte te blijven van de meeste ontwikkelingen. Daarvoor hebben ze Medic Info ingeschakeld om hierbij te helpen. Wat kunt u verwachten van dit webinar? Nou, de technische zaken die heb ik al besproken. Dan gaan we zo in op wat is nou precies het Zika-virus. Vervolgens gaan we het hebben over de relatie van het Zika-virus en de zwangerschap. Dat is natuurlijk iets wat we ontzettend veel hebben gehoord in het nieuws. Daarna gaan we het hebben over wat je nou eigenlijk moet doen mocht je geïnfecteerd zijn met dit virus. Wat zijn de adviezen daarbij binnen de klinische wereld? Ik ben benieuwd wat jullie daar ook over te zeggen hebben. En we sluiten af met 10 tips hoe je veilig kunt reizen. Dus wat moet je doen als je op reis wilt? Hoe kun je je daar goed op voorbereiden? En wij eindigen met een evaluatieformulier. Wij zouden het heel fijn vinden als u die voor ons wilt invullen.
Goed, ik stel voor dat we nu beginnen met een poll. U ziet een vraag in beeld. De vraag is, wordt het Zika-virus verspreid door een mug? De meeste mensen zullen daar misschien al wel een idee over hebben. U kunt kiezen voor A, voor ja of voor nee. Ik kan hier op mijn beeldscherm zien hoeveel mensen er hebben geantwoord en wat het percentage is. Dus hoeveel mensen hebben ja gezegd en hoeveel mensen hebben nee gezegd. Bart, het lijkt mij een vraag waar jij absoluut het antwoord op weet. Nou ja, zou je daar misschien al iets over kunnen zeggen? Ja, ik had het eigenlijk al een beetje verklapt in het voorverhaaltje. Maar, en hij staat hier ook al op tafel, dus het is al behoorlijk evident. Dat het is inderdaad de mug die een hele belangrijke rol speelt bij de overdracht van het Zika-virus. We komen zo meteen nog even te praten over wat meer de biologie van dit beest. En hoe hij zich gedraagt en wat hij allemaal doet. Maar hij is in ieder geval heel goed in staat dat het overdragen van verschillende virussen, waaronder ook het Zika-virus. Ja. Goed, dankjewel. Ja, ik zie hier ook op mijn beeldscherm dat toch echt de meeste mensen wel hebben gekozen voor ja, het wordt inderdaad overgedragen. Dus de volgende poll wordt misschien iets spannender. We zullen het zien. Goed, het Zika-virus. Wat is dat nou precies? Ik zou het heel fijn vinden om te beginnen met een kort filmpje waarin we dit ook gevraagd hebben aan een aantal zwangere vrouwen en partners van zwangere vrouwen. Dus kijk heel even mee. Ik weet er niet zo heel veel van eigenlijk. Ik heb wel gehoord dat het speelt. Dus ik heb wel gekeken of dat het hier of ik daar rekening mee zou moeten houden, zeg maar. En ik weet dat het voor afwijkingen zorgt bij ongeboren kinderen. En voor de verdere weet ik er eigenlijk niet zo heel veel van. Ik hoor alleen maar vaak op tv. Ik weet niet zoveel, maar ja, dan hoor je elke keer op nieuws. Vooral in Latijns-Amerika, Brazilië en zo allemaal, daar hoor je heel veel van. Dat het schadelijk kan zijn voor de ongeboren vrucht. Dat ze hersenafwijkingen kunnen en afgeplatte hoofdjes kunnen krijgen. En ja, dat is zeer kwalijk, zeker als je zwanger bent. Ik ben er niet bang voor, want ik weet ook niet hoe of wat. En ik denk dat ik me ook geen zorgen hoef te maken. Mij is verteld dat het alleen in het begin van de zwangerschap kwaad kan. En ik ben al bijna 33 weken, dus. Ik had ook begrepen dat het seksueel overdraagbaar is. Dus dan is natuurlijk nog een groter risico voor verspreiding in plaats van alleen via de mug. Ik zou daar niet daar naartoe willen. Waarom zou je daar gaan riskeren? Nee. Ik ben wel in mijn begin van mijn zwangerschap, toen ik 7, 8 weken was ik in Kaapverdië. En achteraf gezien zeggen ze dat het daar ook voorkomt. Ik ben wel dol op reizen, maar ik mag nu sowieso niet meer reizen omdat ik over 2 weken uitgeteld ben. Maar nee, dan zou ik nu niet het risico niet nemen. Nee. Voordat ik bij de verloskundige was geweest, had ik wel zoiets van, oh jee, ik ben daar geweest, dus misschien kan het toch iets kwaads gedaan hebben. Maar omdat mijn verloskundige die dat op een redelijk normale manier heeft uitgelegd en mij eigenlijk rust gesteld heeft eigenlijk niet meer. Ik ben wel ongerust voor andere vrouwen, ja. Ja, ik heb geen vragen meer over de Zika-virus, omdat je kan alles op internet terugvinden en alles ook op tv en om hier soort. Ik zou graag willen weten hoe het Zika-virus overgedragen wordt. Als ik het goed begrijp, komt het wel steeds dichterbij. Ik vraag me wel af, zeg maar, hoe lang dat het ongeveer zou duren. Zou het over een paar jaar bijvoorbeeld hier wel zo een risico kunnen zijn? Want dan is het ook een minder ver van je bedshow, zou je er toch meer rekening mee moeten houden? En hoe kun je daar op zich rekening mee houden? Ja, zoals jullie kunnen zien, weten veel mensen wel iets over het Zika-virus, maar niet helemaal precies. Sommige mensen zijn er wat banger voor dan de ander. Het Zika-virus, wat is het nou precies? Mariana, zou jij daar misschien even iets over kunnen vertellen? Zeker. Het Zika-virus is een virus dat door muggen overgedragen wordt, zoals Bart al gezegd heeft. En dat veroorzaakt de Zika-koorts. Het virus is voor het eerst beschreven lang geleden, 1948, in Uganda. En wordt genoemd naar het Uganda Zika Forest in die periode. Ja. Oké, dankjewel. Hoe wordt het nou precies verspreid? Misschien dat jij daar dieper op in kan gaan, Bart? Nou ja, zoals we al hebben aangegeven, is inderdaad de mug een hele belangrijke verspreider van dit virus. Ja. Oorspronkelijk afkomstig inderdaad uit het Zika-woud in Oeganda. En in dat Zika-woud in Oeganda, daar werd in 1947 inderdaad een rhesusaap, die werd besmet gevonden met dit virus. Mm-hmm. En een dag daarna werden ook muggen gevonden die ook dit virus konden overdragen. En zo is eigenlijk de hele ontwikkeling van virus langzaam op gang gekomen. En jullie hebben hier ook een plaatje waarop jullie gaan laten zien hoe die verspreiding over de wereld zich heeft afgespeeld.
En ik denk dat ik deze wel even doorspeel naar mijn collega om dan eventjes aan de medische kant te vertellen hoe het gegaan. Lijkt me helemaal prima. Mariana. Nou, is goed. Zoals wij al gezegd hebben, in 1947 is voor de eerste keer beschreven in Uganda, hè, bij Zika Forest. En later voor de eerste keer bij de mens is het geïsoleerd in 1968. En goed, in die periode zijn niet heel veel epidemieën, niet heel veel problemen daarvan beschreven. Maar goed, jaren later worden de eerste gevallen van klinische verschijnselen in Jaap, in de Pacific beschreven in 2007. Mm-hmm. En sinds het begin van 2015 horen wij de epidemie die nu gaande is in Zuid-Amerika. Ja. Dus de eerste beschrijving in Brazilië. Oké, dankjewel. Ja, we hebben nu ook een plaatje van hoe het op dit moment, hoe het er op dit moment uitziet, hè? Klopt het nog steeds of is het inmiddels al verouderd? Nee, dat is bijzonder. Bij het voorbereiden van het praatje zie ik dat dit is in principe actueel, uit 15 maart gezien. Maar ja, vandaag is een melding uit Cuba. Dus Cuba staat daar, als jullie voor de goede kijkers, nog niet goed ingekleurd. Dus dat is hoe de situatie nu in Midden- en Zuid-Amerika eruit ziet. Want in Cuba is het nu is het erger geworden. Nou, in Cuba is voor de eerste keer een besmetting plaatselijk beschreven, waarbij zij denken dat het te maken heeft met seksuele overdraagbare infectie. Oh, oké. Ik geloof dat wij later daarop terugkomen. Daar komen we inderdaad later op terug. Ja. Ik heb ook begrepen dat de symptomen die voorkomen bij mensen die geïnfecteerd zijn met het virus vaak maar weinig zijn. Ze zijn vaak mild of niet eens aanwezig. Klopt dat? Dat klopt. Zika staat bekend als een mild self-limiting kortende ziekte, die vooral weinig klachten geeft. Alleen maar 1 op 5 mensen met Zika hebben echt klachten. En de klachten zijn vooral koorts, spier- en gewrichtspijnen, huiduitslag en een beetje oogontsteking. Maar goed, in zeldzame gevallen worden ook ernstige verschijnselen beschreven en zijn er complicaties. En we komen ook later op terug en dat zijn vooral de Guillain-Barré en de microcefalie bij kindjes. Oké. Okay. Ja. Je beschrijft een aantal symptomen. Ja. Hè? Het wordt ook vaak vergeleken met dengue en chikungunya. Klopt ook, ja. In hoeverre komen die overeen? Ja, dat is wel leuk om iets meer daarover te vertellen. Ik ben inderdaad vooral betrokken bij de patiënten. En wij proberen bij de eerste contact al te zeggen, nou, de patiënt is in Suriname geweest en is daar een maand geweest en heeft klachten sinds 2 dagen. En wat zijn de klachten nu? Wat staat op de voorgrond? En proberen wij altijd een beetje met de puzzelstukken al te gokken. Wat zou dat zijn? Hè? En de kliniek van dengue, dus knokkelkoorts, chikungunya en of Zika, zijn heel erg vergelijkbaar met elkaar. Wat jullie zien op de slide is dat bij dengue staat koorts heel erg op de voorgrond. Maar goed, zo bij chikungunya en Zika ook. Maar in de acute fase hebben de meeste dengue patiënten veel spierpijn en gewrichtspijnen. En dat verdwijnt in de loop van de tijd. Waarbij wij op een langere termijn mensen vooral horen over intense vermoeidheid. En op de acute moment bij dengue zien we in het laboratorium analyse veel afwijking die ons ook helpt om te zeggen, nou, dit zou best een dengue kunnen zijn. En dat is met afwijking bij de witte bloedcellen, bij de bloedplaatjes en bij de levertesten die ook afwijkend kunnen zijn. Bij chikungunya lijkt uiteraard daarop en komt ook in dezelfde gebieden voor. Maar de patiënten hebben vooral heel veel gewrichtspijnen. Ja. En dan die klachten kunnen echt geen invaliderend zijn. Dat mensen supergezond op reis zijn gegaan en zij verschijnen op de polykliniek indrukwekkend genoeg op een rolstoel. En dit is niet het geval bij bij de infectie met het Zika-virus, toch? Nee, bij Zika-virus komen ze ziek, zeker, met koorts en klachten van de spieren. Maar niet zo, mijn indruk in de praktijk is dat de gewrichtspijnen en spierpijnen veel intenser en dieper zijn bij chikungunya. En bij chikungunya kunnen ze ook blijvend zijn. Dat maakt het echt wat moeilijker. Ja, ja, en de verschijnselen bij Zika's zijn vaak wat kortdurender, hè? Ja, ja. Na een week verdwijnen de symptomen wel. Dus binnen chikungunya kan soms maandenlang hebben mensen last van ontzettend veel pijn in hun gewrichten. Ja. Het woord chikungunya komt ook uit Oost-Afrika, uit Makonde, lokale talen, betekent letterlijk gewoon verschrompeld. Omdat mensen daar gewoon zoveel last hadden van die infectie, dat ze letterlijk gewoon gebogen
door het leven gingen vanwege die infectie. Dus dat kan inderdaad qua gewrichtspijnen heel veel opleveren. Zeker. Okay. Heel veel nadelen. Ja. Nou, wat we zagen ook onder andere in het filmpje van met de zwangere vrouwen, is dat er ook één iemand zei dat het vooral gevaarlijk is in het eerste trimester van de zwangerschap. Dus als je dan op reis zou willen gaan naar een tropisch gebied, dat je dan moet gaan uitkijken omdat het dan gevaarlijker zou zijn voor het ongeboren kind. Klopt dat? Marianne? Nou, dat is lastig om een zwart op wit antwoord aan jou te geven, Suzanne. Zoals jij al zei, er is heel veel onderzoek gaande wereldwijd, gecoördineerd door de WHO, de CDC. En werd gedacht dat de eerste trimester de gevaarlijkste trimester was. Maar zijn ook beschrijvingen en studies waarbij dat ook naar voren komt dat het tweede en derde trimester ook gevaarlijk kan zijn. Waarbij de adviezen voor zwangeren nu, zoals de stand van zaken is... heroverweeg je reizen. Als je kan overwegen om niet te gaan, ga niet. Omdat er is nog heel veel onzeker over zwangeren en zieken en problemen of centraal zenuwstelsel afwijking bij je ongeboren babytje. Ja. Ja. En in hoeverre is het zo dat het ook overdraagbaar kan zijn via seksueel contact? Is dat het geval? Dat is meerdere malen beschreven. Dat schijnt moeilijk te zijn om dat goed te bewijzen. Maar goed, er zijn goede studies gedaan waarbij dit gedocumenteerd is. Het zijn niet grote aantallen, maar wel, net zoals in Cuba vandaag, wat het echt hot nieuws is dat echt de patiënt waarbij zieke vastgesteld is nergens anders geweest dan in Cuba. Dus dat is wel echt een mooi bewijs en zo goed getest dat het zo is geweest. En vorige week hadden we dus een vrouw uit Frankrijk. Ja. Dus haar partner was in Brazilië geweest, had daar het ziekenvirus opgelopen en zij krijgt daarna in Europa in één keer Zika. Ja, zij is nergens geweest en er is geen Zika in Europa nog. Dus dat moet haast wel via seksuele overdraging. Ja, precies. Ja. En in speeksel wordt ook genoemd dat in speeksel ook het virus geïsoleerd kan worden. Dus dat is zo aangetoond of dat wordt gedacht? Dat is theoretisch zo. Ja? Dus dat is ook een mogelijkheid, maar het is nog niet goed bewezen. Het is lastig om het virus ook te isoleren, om te laten zien met testen. Maar daar vertel ik jullie straks denk ik iets meer over de testen die er zijn. Ja, dat lijkt me goed. Bart, er zijn verschillende soorten muggen, geloof ik. Komen die ook voor in Nederland? Moeten we er in Nederland ook bang voor worden dat deze mug hier ineens opspeelt? Wij hebben wereldwijd ongeveer 3.500 soorten muggen die hier rondvliegen. Althans, die beschreven zijn door de wetenschap, die we kennen. Mm-hmm. En daar zijn zeg maar een stuk of 7 soorten die echt belangrijk zijn voor de overdracht van ziekte. Ja. Dan praat ik niet alleen over Zika, maar ook over knokkelkoorts, wat al genoemd werd. Chikungunya, malaria, een hele belangrijk. Maar dat zijn zeg maar een soort of 6, 7 die echt heel belangrijk zijn. Waarom zijn die soorten zo belangrijk? Dat is namelijk omdat ze een hele sterke voorkeur hebben voor het nemen van bloed van de mens. He, dus ook deze Zika-mug, officieel de gele koortsmug, niet de Zika-mug, maar zo wordt die genoemd. Ja. Deze mug heeft een hele sterke voorkeur voor humaan, voor menselijk bloed. En daardoor vind je dus ook deze mug met name in de omgeving waar mensen wonen. Dus als ik midden in het Amazone regenwoud ga waar niemand woont, dan ga ik deze mug ook niet aantreffen. Ik ga hem enkel en alleen vinden waar mensen wonen. Hele nauwe associatie met elkaar. Door die nauwe associatie en door die voorkeur voor dat menselijk bloed is dus ook de overdracht van een virus heel efficiënt. Want eerst gaat dat virus jou dan bijten, pakt het virus op en gaat daarna niet naar een koe, een hond of een kip, maar gaat meteen door naar de volgende persoon. Ja. En daardoor is dus de overdracht van het virus heel efficiënt. En zien we dus ook nou in Brazilië dat heel snel in een kort tijdsbestek heel veel mensen geïnfecteerd raken met het virus, omdat ze niet immuun zijn daartegen. Ja. Ja. En hoe is de mug te herkennen? Is dat makkelijk te onderscheiden van een andere mug? Ja, dit is een heel groot exemplaar van iets wat normaal heel klein is. Ja? Je moet je voorstellen, normaal is die mug gewoon een paar millimeter groot. Onze Nederlandse huistuin- en keukenmug is doorgaans 8, 9, 10 millimeter. Dus die is stuk groter. En die zijn bruin. Onze Nederlandse muggen zijn met name bruin. Mm-hmm. Deze zijn echt zwart. Diep gitzwart. En hebben witte streepjes op de pootjes, heel goed herkenbaar. We hebben ook het soort in Nederland, die lijkt erop. Dat is de Culiceta annulata. Heeft ook streepjes op de poten, dus niet bang zijn. Dat is hem niet. Okay. Ja, maar goed, we hebben wel ieder jaar dat we insleep hebben van muggen die potentieel het virus zouden kunnen overdragen. Dat is het zusje van deze mug. Dat is de Aziatische tijgermug. Die komt binnen met gebruikte autobanden. Daar hebben we ieder jaar wel eens een keer een uitbraak van. Soms meerdere. Maar die zijn tot nu toe gelukkig allemaal goed bestreden. Oké. Okay.
Ja, want over bestrijding gesproken, hoe wordt dat tegenwoordig gedaan? Ik zie hier volgens mij een redelijk ouderwetse methode met chemische bestrijdingsmiddelen. Ja, dit is wat we noemen fogging in het Engels. Grote wolken van insecticide om in één klap heel veel muggen tegelijk dood te proberen maken. Mm-hmm. Het probleem van deze aanpak is dat die mug die komt ook heel graag voor binnenshuis. En op het moment dat dit soort mensen bij je in de achtertuin staan met een grote rookwolk en die komen de zaak onderspuiten, wat is de eerste reactie van mensen? Alle ramen dicht, alle deuren dicht. Dus ja. Dat betekent dat die muggen die nog binnenshuis zitten, die zijn dan afgeschermd van contact met het insecticide. Insecticide wordt doorgaans binnen een dag of twee, drie afgebroken door UV, door zonnestralen. En dan heb je dus weinig impact. Dus het is wel een methode die men inzet om te proberen zo snel mogelijk een populatie omlaag te krijgen, zodat de overdracht van ziekte tussen mensen wordt beperkt. Maar het is niet een erg milieuvriendelijke manier en niet een heel efficiënte manier. Nee. Oké, okay. Nou ja, helder. Nou ja, je ziet dus ook de consequentie daarvan. De consequentie daarvan is dat in grote delen van Zuid-Amerika, we hebben het verspreidingskaartje gezien, daar is die bestrijding niet op orde. Die is in het slop geraakt in de afgelopen decennia. Niet voldoende geld om die bestrijding goed op orde te hebben. En daardoor heeft die mug zich gewoon steeds beter kunnen vestigen, steeds in grotere aantallen voorgekomen. Ja. Ja, en krijg je dan de introductie van een nieuw exotisch virus in zo'n populatie mensen die nog niet immuun zijn, ja, dan gaat het heel hard. Ja. Dan gaat het heel hard. Ja, want hoe verspreidt die mug zich? We zien hier een plaatje van stilstaand water. Ja. Zeker. Kunnen ze ook inderdaad in dit soort kleine plasjes ontstaan? Of moeten het grote meren zijn? Nee, het belangrijke punt voor deze mug, voor deze de Zika, laten we maar even de Zika-mug noemen, is die broedt niet aan de grond. Dus plassen regenwater op modder, zeg maar in de weg. Mm-hmm. Of meertjes of grote poelen, daar ga je die mug niet in aantreffen. Dit is een typische, wat we noemen, een container breeder. Dus dit is iets waar hij de voorkeur aan geeft. Gewoon een glas of een bekertje of een blikje waar wat regenwater in komt. De emmer achter de schuur, een oude regenband of een oude autoband die in de tuin ligt, waar regenwater in komt te staan. Dat zijn nou de typische broedplaatsen voor de Zika-mug. Okay. Dus niet aan de grond, dat is belangrijk, maar wel dat schoteltje wat onder je bloempot staat, waar water in terecht komt als je de plant water hebt gegeven, dat is een hele goede broedplaats. En die vind je dus uiteraard bij mensen in en om het huis. En daardoor die mug. Oké. Okay. Ja, dat klinkt helder inderdaad. Marianne, we hebben het net al kort gehad over de symptomen. Hè? Kun je je ook laten testen op het virus, of je dat hebt? Zeker. Je kan wel laten testen. Er is iets die wij noemen een PCR. Dat is gewoon een directe test op het virus. Het is heel gevoelig en als je het zieke hebt, kan je dat wel aantonen in je bloed of in je urine. Wat we nu wel weten, is dat als je vroeg terug uit zo'n gebied komt met koorts of met symptomen van de Zika, en dan laat je bloed testen, kan ik wel binnen de eerste 10 dagen dat goed aantonen. En is de PCR negatief, heb je dat niet. In de urine gelukkig weten wij dat het veel langer te isoleren of het virus te vinden is in de urine. We denken 28 dagen, dus echt veel langer dan in het bloed. Maar er is nog heel veel onbekend hierover. Een van de testen die wij heel graag bij heel veel reizigers zouden willen doen, is de serologie, dus antistoffen bepalen om te kijken, heb je wel contact gehad met de infectie. En het is nog bij ons in Nederland is wel serologie aanwezig, die wij vooral gebruiken bij zwangeren, maar het is het grootste probleem van het antistoffen test is dat die enorm kruis reageren met andere ziektes zoals knokkelkoorts. Okay. Dus als ik uit Brazilië terugkom en denk ik zieke te hebben, symptomen lijken op chikungunya, lijken op dengue, doe je een antistoffentest omdat ik al lang onderweg ben en dan heb ik langer geleden symptomen gehad. Het is heel lastig om precies te vertellen, dit is echt zieke of het is toch de dengue geweest of wat dan ook. Maar er is heel veel ontwikkeling gaande waarbij wij vol vertrouwen hebben dat binnenkort heel goed alle soort testen wel te doen zijn. Dus ja, het is wel, er zijn wel veel testen beschikbaar. En wanneer besluit een arts nou om zo'n test uit te voeren of niet? Ik denk dat de meeste artsen die serieuze klachten horen van patiënten, vooral de zwangeren, die vragen hebben rondom
ik ben in een ziekengebied geweest en ik heb verschijnselen, of ik heb geen verschijnselen, maar ben ik wel zwanger. Dat elke dokter die dat aanhoort is wel van overtuigd dat jij in een goede serieuze kliniek gezien moet worden en dat de testen naar gedaan moeten worden. Ja, het is ook zo dat zorgverzekeraar CZ, die volgt ook de richtlijnen van RIVM. Dat betekent dat de test gedaan wordt als de arts vindt dat dat noodzakelijk kan zijn. Deze wordt ook vergoed. Dat wil zeggen dat het consult wordt vergoed en de laboratoriumonderzoeken. Alleen het laboratoriumonderzoek dat gaat wel af van de eigen risico. Dat nog even ter aanvulling op jouw verhaal. Ja. Ik wil toch nog even terugkomen op die verspreiding van die mug, hè, waar die precies in de wereld is. Hoe komt het nou dat dat juist op dit moment zo ontzettend veel in het nieuws is? Nou, kijk, je moet je voorstellen, deze mug die komt dus van oorsprong voor in Afrika, zoals we al gezegd hebben. Maar heeft zich door allerlei manieren van transport, als in het eistadium wordt, kan die meeliften, bijvoorbeeld in autobanden. Dan wel actief mee op transport in een vliegtuig bijvoorbeeld. Heeft zich verspreid en zit nu in meer dan 130 landen. Dus dat betekent eigenlijk dat op het moment dat we kijken naar die verspreidingskaart van het Zika-virus zelf, dan zit daar nu de cluster. Die hebt daar en de mug en het virus, dus die twee, dat gaat met elkaar samen en zorgt voor overdracht van ziekte. Maar er zijn 130 landen waar deze mug voorkomt en waar het virus naartoe kan reizen. En dat gebeurt dus met mensen die weliswaar het virus bij zich hebben, maar dus niet symptomatisch zijn. Die hebben dus geen ziekteverschijnselen. Weten dus niet eens dat ze geïnfecteerd zijn met het Zika-virus. Komen dus in hun thuisland aan, waar deze mug ook rondvliegt. Ja, die mensen die gaan gewoon op een terrasje zitten en die doen een kopje koffie en die worden gebeten door muggen lokaal. En kunnen dus de lokale muggen dan infecteren met het virus, waardoor je dus potentieel overdracht lokaal zou kunnen krijgen. En als je nou hebt over Europa, van hoe zit dat nou in Europa, dan is eigenlijk het zusje van deze gele koortsmug, die Aziatische tijgermug weer, die zit eigenlijk nu in het hele mediterrane gebied. En dus we praten over de oostkust van Spanje, we praten over Zuid-Frankrijk, we praten over heel Italië, we praten over Kroatië en Griekenland. Daar zit dit beest nu in grote aantallen en daar zit hem ook de angst dat op een gegeven moment mensen die uit Zuid-Amerika zijn geweest, dat die terugkomen naar Europa en dan in Europa lokaal muggen gaan infecteren, waardoor opnieuw het virus kan worden doorgegeven. Ja. En dat we dus lokale overdracht, net zoals we het nu in landen één voor één zien gebeuren, lokale overdracht ook in Zuid-Europa zouden krijgen. Ja. En dat is iets wat deze zomer zal blijken. En waar natuurlijk ook die Olympische Spelen een belangrijke rol bij gaan spelen. Want straks hebben we 500.000 mensen die naar Brazilië gaan. Ja. Die gaan daarna weer over de hele wereld zich verspreiden. En in een hele hoop van die landen komt deze mug voor. Dus daar zit hem wel. Dus dat is nog even spannend. Ja, dat zal in augustus zijn. Hè? Dan is het de Olympische Spelen daar. Oké, dat is spannend. Mochten er overigens nog vragen zijn. Ik kan me voorstellen dat er misschien wat kijkers zijn die naar die Olympische Spelen gaan. Mocht je nog andere vragen hebben die niet aan bod komen, stel die vooral via de stel een vraagbox. Dat nog even terzijde. Ik stel voor dat we toch even doorgaan nu op de relatie van het Zika-virus en zwangerschap. Want dat is toch wel waar de meeste vrouwen vooral zich erg zorgen over maken. Er is een verband aangetoond tussen Zika-virus en aangeboren hersenafwijkingen, zoals microcefalie. Mariana, het lijkt me goed dat jij er misschien even wat verder op ingaat. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Er is steeds meer bewijs dat het zo is. Er is afgelopen week een grote studie uit Brazilië verschenen in een belangrijk tijdschrift, die dat wel steeds meer bewijst. Het is weliswaar zover een kleine groep, waren wel 88 zwangere vrouwen die gevolgd zijn, waarbij echt in dat stuk serieuze bewijzen zijn dat het daadwerkelijk zo is. En ook is onderzoek gedaan ook naar kindjes die overleden zijn, waarbij ook het Zika-virus aangetoond is in de hersenen van die microcefalen. En microcefalie betekent trouwens kindjes geboren worden met een kleine hersenen met een kleine omtrek dan verwacht en een kleine en hierdoor qua ontwikkelingsachterstand kunnen hebben, zoals jullie op de slide kunnen zien. En waar moet zien. Je dan aan denken qua ontwikkelingsachterstand? Wat zouden nou, ze wel overal kunnen? Motorisch en met praten, met kunnen lopen, dat is echt achterstand in het algemeen, motorisch en qua sensibiliteit. Oké. Okay. Ja,
Ja. Ja, in hoeverre zouden jullie dus adviseren om nou wel of niet te gaan reizen als je zwanger bent naar een tropisch gebied? Zoals ik, als je mij deze vraag had gesteld een paar maanden geleden, had ik gezegd, nou, ben je een persoon die graag risico's neemt, doe maar lekker. Maar met de bewijzen die er zijn, steeds meer, denk ik dat jij niet zou moeten doen. Kijk, moet je gaan? Dat zijn veel gevallen waarbij mensen ons bellen. We worden echt dagelijks op onze polykliniek gebeld met vragen. Help, ik heb een reis al geboekt en ik ben zwanger en ik moet gaan. Kijk, als je moet gaan, dan moet je. Heb je geen optie, dan moet je echt alle maatregelen nemen die Bart jullie straks daarover gaat vertellen. Over repellents en kleding. Maar als je kan heroverwegen om niet te gaan, om je reis uit te stellen, zou ik dat wel adviseren. En deze zijn trouwens ook de adviezen die wereldwijd gegeven worden. Ja, ik zie hier een vraag binnenkomen van een verloskundige. En de vraag luidt, moeten wij zwangeren die in een risicogebied zijn geweest extra controleren? Zeker. Jij denkt, zeg ja? Ik okay. Zeker. Als je een zwangere vrouw begeleidt die in het gebied is geweest, is ook landelijk ook qua, ik weet niet, ik ken jullie richtlijnen niet van de verloskundige, maar wel van de gynaecologie, dat het wel zo aangepast is dat de echo's die gedaan worden, moeten wel met enige regelmaat herhaald worden. Ja. Ja. Oké, ja, ik zie hier gelijk nog een vraag binnenkomen, dus daar ga ik gelijk op in. Als je het Zika-virus hebt gehad en je hebt een kinderwens over bijvoorbeeld een jaar, zijn er dan ook risico's? Zoals het nu is, zeg ik nee. Maar vooral, kijk, de mechanismen over hoe dat ontstaat, dat zoveel hersenafwijkingen ontstaan bij kindjes, is nog niet helemaal helder. We weten niet of het virus zelf de schade verricht, of is dit een immuunreactie van je lichaam. Dus wij denken, en dat is wat het ook uit de studies komen, is dat als je nog niet zwanger bent en heb je Zika gehad, dus als die viremische fase, dus de fase waarbij zoveel virus in je lichaam is geweest, als die voorbij is, en het is voorbij na eigenlijk 15 dagen, dan kan je veilig zwanger worden. Okay. Maar dan berekenen we een beetje na een maand, zou dat wel kunnen. Maar blijft iets die wij niet echt met 100% zekerheid kunnen zeggen. Dat blijft speculatief. Ja, ja. Dus ja. Ja, ik zal vooral de website in de gaten houden. Ja. Want daar blijven we de meest recente ontwikkelingen ook op plaatsen. Ja. Kijk, als we het hebben over zwangerschap, dan denken we heel snel aan de kans van de vrouw natuurlijk. Laten we toch ook even niet uitvlakken dat er ook nog een mannelijke kant aan dit verhaal zit. Ja. En dat heeft er nou mee te maken dat, neem bijvoorbeeld de Olympische Spelen, er zijn al een aantal topatleten die hebben aangegeven niet naar de Spelen te zullen gaan, niet deel te zullen nemen aan de Spelen. En waarom doen ze dat niet? Dat is namelijk, veel van die mensen zitten in eind 20 qua leeftijd, begin 30. Dat zijn mensen die vaak in de leeftijd zitten dat ze kinderen een kinderwens hebben. Dus als hij gaat en hij neemt deel aan de Spelen en hij raakt geïnfecteerd met het virus en zou dan potentieel bij terugkomst het virus kunnen doorgeven aan zijn partner die dan een kinderwens heeft, daar zijn ook nog vragen. Ook dat weten we nog niet helemaal precies. Ja. Dus vandaar weer dat verhaal dat je 2 maanden beschermt na terugkomst met een condoom geslachtsgemeenschap moet hebben. Mm-hmm. Althans, dat is nu het advies op dit moment. Ja. Maar denk aan die kinderwens ook. En ik denk dat het erg belangrijk is om dat toch even ook aan de mannelijke kant in de gaten te houden. Ja. Zeker. Ja, precies. Dus dat is fijn dat je alvast een tip hebt gegeven ook. Er komen straks nog meer tips aan bod. Wat je allemaal kan doen om te voorkomen dat je ziekteverschijnselen krijgt of geïnfecteerd wordt met het virus. Ik heb hier nog een vraag binnengekregen. En dat is de reden waarom we hier zo hysterisch doen over het Zika-virus. En in Suriname niet, waar het eigenlijk gewoon speelt. Waarom is hier een hysterie? Of is het veel in het nieuws en in Suriname veel minder? Kan een van jullie daar misschien op ingaan? Nou, misschien. Ik weet niet of het echt over hysterie gesproken wordt, maar er zijn veel zorgen. Ik heb vanaf het begin van deze epidemie veel meegemaakt. Met veel patiënten begeleid, zo moet ik het zeggen. En ik zie dat de kennis steeds verandert en schuift, omdat eenmaal veel onbekend is over dit virus. Dus ik weet inderdaad van patiënten van mij die uit Suriname komen, die gaan vooral voor familiebezoek en ziek of minder ziek terugkomen. Misschien is het inherent aan Suriname zijn. Ik ben ook Braziliaans en ik weet dat in Brazilië carnaval is ook gevierd en hij is weinig date gebruikt. En dat is ook past een beetje bij de cultuur.
En ik denk ook, kijk, mensen in dat soort landen waar nu deze problematiek heerst, zijn geboren in een gebied waar ze gewoon doorgaans lastiggevallen worden door muggen. Waar ze ook weten dat er dengue, knokkelkoorts, rondwaart. Dus men wordt wel eens ziek door dit soort ziekten. Waar de hysterie denk ik vandaan komt, is het verschil tussen die knokkelkoorts en dat chikungunya waar we het over gehad hebben. Dat zijn ziekten die maken jou behoorlijk ziek. Een hele heftige griep en die kan soms enkele maanden aanhouden. Maar daarna ben je weer oké. Okay. Ja. Maar nu komt er in één keer dat verhaal bij van mogelijk die relatie tussen Zika-virusinfectie en een kind wat met een afwijking geboren wordt, waar je voor de hele leven dat kind heeft een impact hebt op het gezin. Plus medische kosten, plus alles wat daaraan gekoppeld zit. Ik denk dat daar voor een deel vandaan komt van, oh, nu hebben we toch een heel ander verhaal dan die andere ziekte waar je ziek van wordt en that's it. Ja, zeker. Dat ben ik ook met je eens. Dat klinkt erg logisch inderdaad. Ja. Ja, ik zou toch wel weer graag een poll willen starten. Er staat hier weer een vraag bij u in beeld. En die luidt, is er een vaccin tegen het Zika-virus? Ik laat u nog heel even antwoord geven voordat het hier verklapt wordt. Bart, zou jij hier straks verder op in willen gaan? Ik kan hier een antwoord op geven. Ik denk dat ik het wel weet. Ga heel even kijken hoeveel mensen er inmiddels gereageerd hebben. We wachten nog heel eventjes, want ik zie nog niet dat iedereen hier op dit moment antwoord op heeft gegeven. Ik wil hier even de gelegenheid van maken om nogmaals te benadrukken dat u echt nog vragen kunt stellen aan onze medische expert van Medic Info. Zij zullen zo snel mogelijk jullie vragen beantwoorden. Dat mogen ook vragen zijn over zaken die niet op dit moment aan bod komen. Dus doe dat vooral. Even kijken. Het Zika-virus. Is er een vaccin tegen? Bart, vertel. Het goede antwoord is... Er is, laat ik erbij zeggen, er is nog geen Zika-virus. Er zijn op dit moment minimaal 15 partijen bezig met het graven naar mogelijke kandidaat aanknopingspunten voor een vaccin. Mm-hmm. Dus daar is men wel volop mee bezig. En men hoopt ook al nog dit jaar misschien al wat experimenten te kunnen doen. Ook op mensen. Dat gebeurt dan meestal met vrijwilligers in eerste instantie. Maar laten we wel even wezen, het gaat nog wel een tijdje duren eer dat er een commercieel vaccin überhaupt op de markt beschikbaar is. Want dat moet door een hele hoop verschillende fasen heen, qua veiligheid noem maar op, voordat zoiets daadwerkelijk beschikbaar komt. Er zijn zelfs al mensen die zeggen, tegen de tijd dat het vaccin beschikbaar komt, is waarschijnlijk de hele epidemie al overgewaaid. En de immuniteit. En is de immuniteit die het overneemt eigenlijk. En eigenlijk doe je met vaccinatie hetzelfde als wat die immuniteit zelf in het eigen lichaam doet. Dat als je één keer Zika hebt gehad, zover wij weten, ben je beschermd voor Zika. Ja. En wat het gebeurt met zo'n enorme outbreak is dat jij, we noemen dat een herd immunity in het Engels, betekent dat iedereen elkaar een beetje beschermt. Dat hebben we ook meegemaakt met meerdere epidemieën, ook met chikungunya. Dat december 2014, begin 2015, nou dat was elke dag een soort chikungunya spreekuur bij ons op de tropenpoli. En daarna was chikungunya weg. Nou, chikungunya was niet weg, maar de gevallen waren minder door deze vaccinatie die was ontstaan door de eigen immuniteit. Hm. Ja. Kijk, als iedereen het heeft, dan maakt zo'n virus geen kans meer. Hè? Dus dat gebeurt. Iedereen raakt geïnfecteerd en dan blust het vanzelf uit, want het virus krijgt geen kans meer. Nee. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja. Nou, gelukkig maar. Ja, dat is het goede. Ja, ik zie hier nog een vraag binnenkomen. Hoe groot is de kans dat je gestoken wordt in een land met Zika-muggen? En vliegen ze in zwermen? Of is het er af en toe één? Het is met name af en toe één. Okay. Dit is echt niet een verhaal van heel hordes muggen die je lastigvallen. Het zijn vaak hele geniepige bijters. Dus jij zit daar in je korte broek lekker in de tropen op een terrasje. Mm-hmm. En hij pakt je gewoon in je knieholte en je voelt het niet eens. Nee. Dus, en daar komen we zo meteen nog wel over te spreken. Het is dus absoluut essentieel dat als je naar zo'n gebied afreist, dat je zorgt dat je adequaat beschermt. En dat moet eigenlijk bijna 24/7 gebeuren. Ja, want het is niet zoals de Nederlandse mug of de malaria mug, dat alleen als het begint te schemeren zo is of 's avonds. Precies, we zijn zeker in Nederland eraan gewend dat als je in Nederland last hebt van muggen, heb je dat altijd 's nachts. Die ene mug in de slaapkamer die rond je oren zoekt. Ja. Dat is in dit geval, voor wat betreft deze ziekten waar we het over hebben, deze muggen zijn overdag actief, bijten overdag en dragen dus ook overdag ziekte over. Ja. Dus
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat beschermen. En krijg je ook een muggenbult als je gestoken wordt door je deze krijgt, mug? Dit zijn hele vervelende muggenbulten. Die zijn vervelender doorgaans dan onze Nederlandse huistuin- en keukenmug. Okay. En dat heeft te maken met de eiwitten die in het speeksel zitten, maar dat is te veel detail. Dat wordt misschien iets te medisch. Ja, iets te technisch. Ja, dat denk ik ook. Het lijkt me goed om verder te gaan naar ons volgende onderdeel van dit webinar. En dat gaat over wat je nou moet doen als je denkt dat je geïnfecteerd bent met het Zika-virus. Marianne, zou je nog heel even kort de klachten kunnen noemen? Ter herhaling. Ja? Koorts, spierpijn, gewrichtspijnen, huiduitslag, oogontstekingen zijn de belangrijkste klachten. Ongeveer gemiddeld 7 dagen na de beet door een geïnfecteerde mug. Oké. Ja. Ik begrijp dat jij een patiënt hebt gehad ook, die de eerste patiënt was die geïnfecteerd was door het Zika-virus. We hebben een filmpje hiervan, dat is de heer Bisumbar. En we hebben een korte compilatie gemaakt van zijn ervaring hiermee. Dus kijk even mee. Ik ben Diep Bisumbar. Ik was in november in Suriname. Toen ik terug was, had ik uitslag en gewrichtspijn. En na onderzoek uit havenziekenhuisjes naar voren gekomen. De eerste patiënt was met Zika-virus in Nederland. Je schrikt wel, omdat je op een gegeven moment je gewrichten doen pijn, je hebt uitslag over je hele lichaam en je weet niet wat het is. Dus was in het begin even schrikken. Om te beginnen zeiden ze gelijk al van de havenziekenhuis van we hebben geen medicijnen, maar het is net als griep. Maar ik denk van misschien is het beter als men beter gaat onderzoeken dan, of men iets voor kan vinden. Dat zou prettig zijn. Ja, je hoort de laatste tijd vaak hele rare verhalen voordat er bepaalde nieuwe fenomenen, dat zeg maar zij-effecten kunnen zijn van verlamming en dat soort dingen. Maar ja, ik ben al 60, dus ja, ik maak me verder niet meer geen zorgen meer. Kinderen zijn de deur uit, ze zijn volwassen. Dus dat komt wel goed. Op een gegeven moment volg je in principe alles wat je over Zika hoort. En praat erover op het werk. En op een gegeven moment ben ik mee gestopt, zeg maar, na een paar maanden. Ja, dus was een beetje over. Want wat ik begreep was voor zwangere vrouw was het een beetje ernstig, omdat ze dan kinderen kregen met aandoeningen en zo. Dus vandaar dat ik op een gegeven moment liet ik het los. Ik dacht van ik wacht wel af. Als je ergens naartoe gaat van in de tropen, dan moet je gewoon goed geïnformeerd gaan als je op reis gaat. Vooral als een bepaalde ziekte heerst, dan moet je gewoon goed geïnformeerd. En het Zika-virus is zeg maar een mug en daar moet je gewoon voor insmeren. En dat insmeren, dat is het belangrijkste. En lange kleren met lange mouwen en zo aan doen. Elke ziekte heeft, zeg maar, is belangrijk dat men daar weet hoe men mee moet omgaan. Gezondheid is natuurlijk het belangrijkste wat de mens heeft. Ja, dit was dus de eerste patiënt die geïnfecteerd was met het Zika-virus hier in Nederland. Die kwam bij jou in het havenziekenhuis. Hoe is het nu met hem? Goed, hij maakt het wel goed. Voor de goede orde, ik denk dat hij was de eerste bij ons. En eerst in Nederland is elders gezien voor de kijkers. Ja. Bij hem gelukkig, hij is goed hersteld. En andere patiënten die wij een bewezen ziekeninfectie hebben vastgesteld, zijn de meeste wel goed hersteld. We hebben helaas wel eentje met een Guillain-Barré. Dat is een neurologische complicatie ook, die bij Zika koorts voor kan komen. Waarbij je echt spierverlammingen kan krijgen. En dat wordt beschreven bij andere infectieziektes, maar bij Zika is dat ook bekend. Ja. Ja. En hoe groot is de kans dat je dat dan zou kunnen krijgen? Onbekend. Ja. We weten wel van bij andere infectieziektes, dat net zoals bij diarree, bij vijver of cytomegalovirus, dat het ook uitgelokt kan worden. Het is een soort immuunreactie die dit veroorzaakt. Mm-hmm. En bij Zika was dit ook al bekend voor deze epidemie. Dat is dan niet iets nieuws. Het is iets die al beschreven was. Ja. Ja. Goed, dan zijn we nu toegekomen om het te gaan hebben over de tips voor de reiziger. Een aantal zijn er natuurlijk al besproken en de heer Bisumbar heeft er ook al een paar genoemd. Maar ik zou het toch even allemaal willen afgaan. Het zijn er 10. Te beginnen met draag bedekkende kleding.
Ja, het spreekt eigenlijk voor zich, hè? Je hoeft niet helemaal je handen, denk ik, te gaan bedekken. Geen handschoenen? Nee, dat hoeft niet. Maar er is wel iets interessants wat toe te voegen is aan het dragen van kleding. Ja. Die kleding die moet ook niet al te dun zijn, want ze kunnen er namelijk ook doorheen bijten. Dus je moet wel zorgen dat je voldoende dikte van katoen hebt om te voorkomen dat ze er doorheen bijten. En een andere interessante mogelijkheid is dat je zorgt dat je kleding koopt die geïmpregneerd is met zogenaamde permetrine. Dus dat is een middel wat muggen afstoot. En als muggen erop landen, zelfs die muggen kan doden als ze gevoelig zijn voor dat insecticide, want het is eigenlijk een insecticide, wordt veel gebruikt ook in het leger. Maar tegenwoordig in de betere buitensportzaak kun je ook kleding kopen die geïmpregneerd is met deze middelen. Okay. En die leveren dus extra bescherming. Heel goed. Dus dat is zeker wel aan te raden. Ja, en draag deze bedekkende kleding dus niet alleen 's avonds, maar ook overdag. Absoluut. Ja, dan komen we met de tweede tip. En dat is: smeer de onbedekte huid in met een afwerend middel zoals DEET, Picardine, PMDD of IR3535. Die laatste drie zeggen mij helemaal niks. DEET heb ik wel eens van gehoord. DEET wordt wereldwijd door 200 miljoen mensen gebruikt op jaarbasis. Dus wordt door heel veel mensen gebruikt. Heel weinig neveneffecten. Maar mag eigenlijk niet op jonge kinderen gebruikt worden. Dus 1 en 2 lost plastics op. Dus het is nogal een vrij heftig middel. En 20% van hetgeen wat je op de huid smeert wordt geabsorbeerd door de huid en komt in je bloedbaan terecht. En er zijn ook al wat mensen die zeggen van ja, als je het heel veel en vaak gebruikt, dat het misschien neurologische effecten zou kunnen opleveren. Dus rustig aan met die DEET. Als je nou een weekje op vakantie gaat, vooral lekker smeren. Okay. Niks aan de hand. Minimaal 20%. Je moet niet lager. Minimaal 20% DEET in je flesje hebben. En dan smeren. En alles wat onbedekt is, besmeren. Dus niet denken van ik smeer hier een beetje en ik ben klaar. Nee, alles wat onbedekt is, smeren, want ze bijten overal. Maar als je het hier smeert, dan ruiken ze het hier ook? Of zo als werkt je dan, dat niet? Als je dan een beetje wind hebt, kunnen ze daar nog wel een beetje last van hebben. Maar als ik hier alleen smeer, dan heb ik ze gegarandeerd op mijn enkels en voeten zitten. Ja. Dus alles wat onbedekt is, moet besmeerd worden. Dan betekent dat ook meteen dat je dus niet die kleine bandjes gaat kopen die om je pols heen zitten. Geïmpregneerd met citronellaolie en allerlei spullen. In Mexico City staan ze gewoon op het vliegveld met allemaal die bandjes. Die verkopen ze voor $4-5 het stuk. Ze werken nauwelijks, tot niet. Dus niet doen. Geen geld aan uitgeven. Ook geen geld uitgeven aan mooie apps die op je telefoon zitten met hoogfrequente geluidjes die je dan bij je hebt om die muggen weg te jagen. Het werkt allemaal niet. Wat werkt, zoals je zegt, DEET, 20% minimaal, picaridine, PMD. PMD is eigenlijk eucalyptusolie. Dus dat is eigenlijk een natuurlijke variant. Mag ook op jonge kinderen gebruikt worden en kan dus heel effectief en goed zijn. Dat hebben we zelf ook getest. En IR3535 niet te krijgen in Nederland, maar wel in het Caribisch gebied bijvoorbeeld, en je kunt hem daar kopen, is een goede repellent. En hoe zit het met zwangere vrouwen? Want ik begreep dat zwangere vrouwen een bepaald percentage aan DEET niet mogen hebben. Ja, dat 20% kan, maar ook weer daar, doe het met mate. Ja, en ik weet dat dat een lastig advies is, want ik zeg aan de ene kant, je moet de hele tijd smeren. En aan de andere kant zeg ik, je moet niet te veel gebruiken. Dus dan zou ik zeggen, ga dan voor de natuurlijke variant, dus op basis van eucalyptusolie. En Bart, wat adviseer je mensen die bij een zwembad gaan liggen en toch zonnecreme moeten gebruiken en nog de DEET? Dat is een lastige, want dat komt vaker voor. Helaas is daar niet zonnebrandolie of after sun waar automatisch repellent in verwerkt zit, want dat zou het mooiste zijn. Die hebben we niet. Dus het betekent helaas op het moment dat je in het zwembad bent geweest of je hebt jezelf ingesmeerd met zonnebrand, dan toch maar even die zon uit en zorg dat je dan toch de repellent gebruikt. Dus het is de balans tussen een mooi bruin kleurtje en beschermd worden tegen zieken. Nou, ik weet waar ik voor zou kiezen. Ja, zeker. Ja, ik weet ook wel waar ik voor zou kiezen. gaan we door naar de derde tip. Slaap overdag onder een klamboe of een muggenvrije ruimte. Maar wat is nou een goede klamboe? Een goede klamboe is een klamboe die geïmpregneerd is met insecticide. Dat doet namelijk twee dingen. A, als de mug erop landt, maakt hij hem dood. Maar veel belangrijker nog is dat de pyretroïden, dat zijn de middelen die daarin zitten verwerkt, die stoten af. Dus die mug die landt niet zo graag op die klamboe. En ook al lig je er dus met je arm tegenaan of met een been, zullen ze niet makkelijk doorheen bijten, want ze worden afgestoten. Dus geïmpregneerde klamboe krijg je opnieuw. Weer bij de betere buitensportzaken kun je die klamboes makkelijk verkrijgen. Dus niet waar ze overal in de schappen liggen, want ze liggen in Nederland ook veel in de schappen voor leuk, met een figuurtje erop of een leuk kleurtje. Dat is leuk voor over het bed in de kinderkamer. Als je naar de tropen gaat, koop je hem in de betere buitensportzaak. Want daar hebben ze goed
geïmpregneerde klamboes. En als ik er nou eentje thuis heb liggen van 3 jaar geleden, kan ik die nu nog steeds gebruiken of is die dan verouderd? In principe, als die niet is blootgesteld aan de elementen, aan lucht, aan hoge temperatuur, aan een hoge luchtvochtigheid en met name UV, dan kan zo'n klamboe heel lang meegaan. Okay. Dus als die dan goed geïmpregneerd is, kunnen we hem lang blijven gebruiken. Oké. Okay. Helder, dankjewel. Gaan we door naar de vierde tip. Raadpleeg bij twijfel uw arts. Uw arts, wat zou u zeggen? Akkoord. Ja. Dat is ook verschillend als ik ook in mijn praktijk met andere 6 internisten dit bespreek. Ik denk, helder advies moet zijn, ben je zwanger, ben je in een ziekengebied geweest, moet je inderdaad doen. Alle overige gevallen, soms weet je niet eens dat je zieken hebt gehad, dus geen paniek, geen hysterie, maar dan kan je gewoon zieken hebben, net zoals de meeste mensen. Een milde, kortende ziekte en uitzieken, zoals elke milde griep. Ja. Ja. En, maar dit gaat vooral om tips op reis. Dus inderdaad, dat moet je sowieso, denk ik, dat is meer de vraag. Overweeg, bespreek maar wel, wat voor reis wil je ondernemen en ben je op voorbereid? En dat geldt ook voor de vaccinaties en andere dingen die je wel moet bespreken voordat je naar een tropisch gebied afreist. Ja. Ja. Oké, okay, helder. Ja. De volgende tip nummer 5. Vraag informatie bij de GGD. Lijkt me voorzichtig. Zeker, dat hoort bij vraag nummer 4, denk ik. Dus laten we doorgaan naar de 6e. Zoek voor je op reis gaat de privéklinieken op van je bestemming, zodat je weet waar je terecht kunt als je toch nog ziek wordt. Wat vind jij daarvan? Dat weet ik niet zo goed. Ik denk, je gaat leuk op reis. En je gaat niet ervan uit dat jij ziek wordt. En als je alle maatregelen neemt die wij hier besproken hebben, de meeste reizigers gaan van kortere periode weg. Dus die incubatietijd is een beetje voorbij als je het gebied verlaten hebt. Ik weet het niet. Ik vind het een beetje overdreven dat jij in plaats van het strand, dat jij naar privéklinieken gaat om kennis te maken met de dokters. Nee, precies. Nee, maar je zou wel even online kunnen kijken van, zijn ze er toevallig op het eiland waar je kom of het andere land waar ik kom. En ben je zwanger en moet je toch nog gaan, denk ik wel dat jij wel zou kunnen uitzoeken. Ja, precies. Ja. Oké, persoonlijke hygiëne. Wat wordt daar precies mee bedoeld? In hoeverre zou je daarmee jezelf kunnen beschermen? Vinden de muggen jou leuk als je Ik denk, als het gaat over persoonlijke hygiëne, is met name dat je dus niet moet vergeten dat je je aan deze regels moet houden. Zorg dan ook dat je die kleding gebruikt. Zorg dan ook dat je dat afwerend middel, dat je dat stelselmatig gebruikt. Denk ook aan je kids. Denk aan de kinderen. Die zitten 's morgens spelen die alweer buiten. En jij bent lekker aan het smeren. En je vergeet dat de kinderen buiten ook bezig zijn. Ja. Dus dat is denk ik persoonlijke hygiëne. Zorg ervoor dat je op gerichte tijdstippen er even mee bezig bent. Dat is een paar seconden per dag. Maar dan doe je wat je moet doen. En dan bescherm je jezelf en je gezin het best. Heel goed. Dat is hygiëne. Dankjewel. Tip nummer 8. Gebruik een condoom tijdens de zwangerschap. Ja, dit heeft te maken met de seksueel overdraagbare mogelijkheid. En dit wordt geadviseerd. Als wij naar de Amerikaanse richtlijnen kijken van de CDC, zijn deze adviezen voor tijdens de gehele zwangerschap. Dus ben je een van die Olympische spelers die in Brazilië bent geweest, kom je terug en is je vrouw zwanger, moet je wel of het niet doen of condooms gebruiken. Oké, okay. Helder. Ja, we hebben een paar keer besproken, dus dat is nu wel duidelijk, denk ik. Tip nummer 9. Controleer welke medicijnen u kunt gebruiken tijdens uw zwangerschap. Ja, dat lijkt me sowieso altijd handig. Zeker. Maar in dit geval helemaal, denk ik. Ja, dat geldt denk ik voor elke zwangere vrouw die dat wel moet doen. Ja, precies. Ja. Maar even, als ik zwanger ben en ik heb Zika, of ik loop het risico, wat kan ik aan medicijnen gebruiken? Is niks voor zieken, dus geen directe, specifieke. En misschien is dat een van de punten die belangrijk is om te noemen, is dat gebruik paracetamol is wat het veilig is om te gebruiken als je zieken hebt en pijnen en zwanger bent. Dat blijft de meest veilige middel om te gebruiken. Ja. Precies. Oké, de laatste tip is ruim potentiële broedplaatsen van muggen op. Dus zoals Bart al verteld heeft, zorg ervoor dat er niet nog ergens bekertjes staan met water waar die Zika-mug het heerlijk naar zijn zin heeft. Nog een toevoeging daaraan? Nou, dat geldt eigenlijk met name voor de niet-reiziger. Ja, dat geldt met name, zullen we zeggen, Nederlanders die in Caribisch Nederland wonen, die mensen die daar gewoon gevestigd zijn.
zorg gewoon dat je totaal geen stilstaand water rondom het huis hebt. Dat is al een hele belangrijke manier om het probleem bij je op afstand te houden. Waarom? Want die mug die is namelijk lui. Die mug die vliegt doorgaans niet verder dan 250 meter van het water waar ze uit voort is gekomen. Dus als jij zorgt dat je in je directe omgeving gewoon alle potentiële broedplaatsen aanpakt, dan heb je al voor een heel belangrijk probleem, of een heel belangrijk deel je probleem onder controle. Ja. Als jij op vakantie gaat, jij weet niet wat er achter het hotel allemaal aan broedplaatsen en oude autobanden ligt. Dus dan kun je niks doen, ben je het smeren. Maar woon je er, zorg dat de omgeving van je huis zo droog mogelijk is. Helder. Ja. Goed. Ja, met deze laatste tip zijn we toegekomen aan het einde van dit webinar. En ik wil u ontzettend bedanken dat u hiernaar heeft gekeken. En ik hoop dat u hier heel veel aan heeft gehad. Ook namens CZ wil ik jullie heel erg bedanken. Voor alle tips die jullie hebben gegeven. En alle kennis die jullie met ons hebben willen delen. Er verschijnt nu op uw scherm een vraag of u een evaluatieformulier zou willen invullen. Dat zouden wij heel erg op prijs stellen. U kunt op de knop drukken en dan komen er een aantal vragen tevoorschijn. Uw feedback kunnen wij gebruiken voor een eventueel volgend webinar om die te verbeteren. Vandaag zult u ook een e-mail ontvangen met een link naar de presentatie van vandaag, zodat u deze nog een keer kunt terugkijken. Dan zijn de medische experts die achter de schermen zitten van Medic Info nog tot 8 uur beschikbaar om vragen te stellen voor u. Mochten deze vragen nou niet beantwoord worden, dan zullen ze zorgen dat binnen 3 werkdagen deze alsnog per telefoon of per e-mail worden beantwoord. Dan rest mij nog te zeggen dat ik jullie een hele fijne avond wens en ik hoop tot een volgend webinar.